Cristian está por aquí. Vamos. Tengo mucho caballo, está bien nerviosa. We zijn thuis, eindelijk. Maar het is heel emotioneel, heel dubbel. Als je ziet hoe ze erbij staan en lange reis hebben ze natuurlijk gehad. En dat doet je best wel verdriet om dit zo te zien hier. En dus kijk je naar onze paarden allemaal, denk je, Jezus, wat hebben ze het allemaal goed. En moet je hier zien, ze zijn allemaal gebroken. Allemaal ook onder de indruk van de lange reis natuurlijk. Maar deze paarden hadden anders allemaal dood geweest. Van de honger of van de slacht. Met kerst is er weer tijd voor de slacht misschien, want er wordt er veel meer geconsumeerd. En dan hadden al deze paarden er niet meer geweest. Dus dankzij jullie donaties, kijk je om je heen, kunnen deze paarden het overleven. Dus dat is wel heel mooi. Dat is een hele dubbele gedachte. Het is nu ongeveer 12:30 s'nachts. En we waren allemaal moe, maar nu krijg je zo'n adrenaline boost om door te zetten voor deze paarden. Hou op, want ik ga bijna huilen. Ja, ze zijn thuis.